Rotterdam van onderen 3. Een laatste blik onder de mooiste skyline van Nederland. We hebben gezien dat we ons water moeten beschermen door middel van water- en grondsaneringen. Maar water is ook een belangrijk hulpmiddel. Onder de grond helpt het ons in het rioolsysteem, maar via de stadsverwarming geeft het ons ook warmte. Ik ben Bertus Schouderiaan, ik werk bij Uniper als werktuigkundige. Dag Bertus. Hey Florian. We staan hier in het centrum van Rotterdam bij dit onderstation. Hoe lang ben jij hier al werkzaam? Ik werk hier 35 jaar bij dit bedrijf. En de laatste 20 jaar op het onderstation van de stadsverwarming. En voorheen op een elektriciteitscentrale. Jeetje man, wat ontzettend lang. Ja. Hey, maar ver voor jouw tijd, hè? In 1940 was het natuurlijk ineens volop ruimte rondom dit onderstation. Het was alles weg hier, hè? Het heeft het bombardement overleefd, maar het ziet er ook wel uit als een fort. Ja, maar ja, het is ook eigenlijk als je binnenkijkt, is het ook wel een fort om te zien. Gebouwd van 1920 en het overleeft alles. In 1924 werd er gestart met de bouw van het onderstation. Om in eerste instantie winkels en bedrijven in het centrum van elektriciteit te voorzien. Al tijdens de oorlog kwam het idee om over te gaan op collectieve warmtevoorziening. Daarom werd het onderstation in 1948 uitgebreid. Er was immers nu ook genoeg ruimte voor de aanleg van de noodzakelijke ondergrondse leidingen van de stadsverwarming. In de kelder van het gebouw is het, naast lekker warm, een weerwar aan leidingen. Hey, en al deze buizen, waar is alles voor? Deze leiding, hier komt het water van de stadsverwarming binnen. Met pak een beetje een temperatuur van 55 graden. En mochten de installaties bijstaan, dan wordt het opgewarmd tot 95. 'S Winters kan het tot 110, 115 graden verwarmd worden. En dan wordt het weer teruggepompt de stad in. Nou, kom maar achterna. Ja. Werk om je hoofd. Ja. We klimmen even over een paar leidingen heen hier zo. Dit. Oh. Nou, het koude stadsverwarmingswater komt hier naar beneden. Dan komt het uiteindelijk in deze leiding en in die leiding terecht. Ja. Dan gaat het daar een eindje verder door filters heen. Dan komt het terug. En vanaf die pomp wordt het eigenlijk de ketels ingepompt. Ik heb even totaal geen overzicht. Hoe kan je dit allemaal nog bijhouden waar alles vandaan komt? Nou ja, voor mij is het natuurlijk geen abracadabra, maar voor jou ja, is het makkelijkste als je een beetje de blauwe stickers ziet. Dan zie je ook de pijltjes staan wat de richting van het water is. Heel eenvoudig gezegd is het hele onderstation een grote cv-ketel. Alleen heeft het geen één, maar drie ketels met behoorlijke afmetingen. Nou, we lopen nu onder ketel 15. Dit is ketel 15. Dit is de onderkant van ketel 15. Hierboven zit de vuurhaard. Ik kan hem aandoen. Dan doe ik gelijk een beveiliging testen. Dat zijn verplichte werkzaamheden die je elke week uitvoert. En dat is eigenlijk dat je er zeker weet als er wat fout gaat of zo'n ketel gewoon gelijk uit bedrijf gaat. Als je goed om je heen kijkt, zie je nog sporen van de oude stadsverwarming. Maar verder zijn de ketels hypermodern. Dit lijkt wel Willy Wonka's chocoladefabriek als ik zo kijk. Dit zijn de aansluitingen op de branders. Het zijn branders met de nieuwste verbrandingstechnieken, waardoor je dus eigenlijk nagenoeg nul uitstoot hebt. Alles kan op afstand bestuurd en gemonitord worden. Hey Niels, met Bertus. Bertus moet daarom zijn beveiligingstest dan ook van tevoren melden. Ik start op de Delsevaart even een ketel, even een beveiliging testen. Dus dan weet je dat, als je even wat ziet. We gaan niet het net op. Dus. Als het proces in een van de ketels via de computer is opgestart, geef hem een zetje, gebeurt er binnen van alles. Ik zit helemaal lager, joh. Buiten merk je er niks van. Na een minuutje springt de vlam in de ketel aan. En is bedoeld als beveiliging. Ze verwarmen dus niet de ketel. En ook hier zit weer een beveiliging op. Nou, zoals je ziet brandt er nu een groen lampje hier zo. Dat houdt dus in dat die vlamscanner die ziet die vlam. Nu ga ik die vlamscanner er weghalen. Ja. Hou mijn vingers ervoor. Kijk, hij ziet geen vlam meer. En dan zeg je gelijk stoppen. Het onderstation aan de Delftse Vaart stond aan de wieg van de stadsverwarming in Rotterdam. Het heeft zijn omgeving zien veranderen van vooroorlogse bebouwing naar een lege vlakte. En nu naar een bruisend centrum. De stadsverwarming zelf is ook enorm veranderd. En maakt alleen in geval van nood, bij hevige kou bijvoorbeeld, gebruik van de ketels aan de Delftse Vaart. De huidige stadsverwarming krijgt tegenwoordig grotendeels zijn restwarmte van elektriciteits-, afval- en energiecentrales.
Het gaat via honderden kilometers aan ondergrondse leidingen, via diverse tussenstations, naar zo'n 131.500 afnemers. Dat zijn heel wat meer dan de vier oorspronkelijke afnemers van het onderstation. Straks neemt Bertus ons mee naar een zeer bijzondere stadsverwarmingstunnel, waar vrijwel nooit iemand komt. Maar eerst kijken we naar de bouw van Nederlands eerste metrotunnel. En dat doen we met metrodeskundige Joachim Kost. Hey Joachim. Hey Florian. We staan hier in het midden van het eiland van Brienenoord. Maar wat heeft dit in hemelsnaam met de Rotterdamse metro te maken? Ja, de Rotterdamse metro die is natuurlijk jaren geleden gebouwd. In 1959 werd het besluit genomen om een metro in Rotterdam te gaan bouwen. In 1960 is de bouw begonnen. En Rotterdam had drie bouwdokken om die tunneldelen om die daar te maken. Er was er één bij het Wena, er was er één bij de Blaak en er was er hier één op het eiland van Brienenoord. In deze visvijver? Ja, in deze visvijver ziet er natuurlijk prachtig uit. Ze zijn het helemaal aan het opknappen. Maar toen ze hier begonnen met de metrobouw, dat was in 1961 op deze plek, was hier geen visvijver. Was dit eigenlijk een hele grote diepe bak. En in die bak werden die tunneldelen gebouwd. In het bouwdok zijn 12 tunneldelen gemaakt. Variërend van 70 tot 90 meter. Elke 5 maanden werd er dankbaar gebruik gemaakt van het water. Via speciale openingen liep het bouwdok vol, waarna de dokdeur geopend kon worden. De nu verroeste lieren zijn de enige overgebleven souvenirs die herinneren aan die tijd. Dat is het bouwdok Brienenoord van de andere kant. Daar stonden we net. En vanaf daar werden de tunneldelen stuk voor stuk met een sleepboot 4,5 kilometer naar de westkant van het Noordereiland gebracht. Waar ze vroeger uren over hebben gedaan, doen wij nu een paar minuten over. De omgeving is sinds 1963 behoorlijk veranderd. Nou, we zijn hier aangekomen op het westelijke puntje van het Noordereiland. Daar is station Leuvenhaven en daar is station Wilhelminaplein. Hier onder de grond zijn 800 palen geheid in de bodem van de Maas. Want als je die tunneldelen af zou zinken op de bodem van de Maas, ja, dat ligt natuurlijk niet goed. En dat gaat alle kanten op, ook door de stroming. Die tunneldelen werden uiterst secuur afgezonken op de 800 heipalen. Dat was een enorme hectische bedoeling. Eenmaal onder water op de juiste plek werden de tunneldelen aan elkaar gekoppeld. Boven water kan je goed zien hoe de metrotunnel loopt. Want hij ligt hier vlak onder de rand van het Noordereiland. Dus een stukje eiland, als het ware afgeknipt. Ja, je kan ook inderdaad zien dat hij inderdaad, ja, alsof het echt een stuk is afgesneden inderdaad. Ja, wat nog een leuk beetje is, als je daar kijkt, dan zie je een soort rechthoekig gat in de rechtbank. Ja, en daar mag niet op gebouwd worden. En precies daaronderdoor gaat ook de metrotunnel. Daar ligt station Wilhelminaplein nu. Het is moeilijk een Rotterdammer te vinden die nog nooit door de metrotunnel is geweest. Hoe anders is dat met de stadsverwarmingstunnel, waar alleen Bertens regelmatig komt. Hij is 820 meter lang en loopt van de Nessenweg onder de bodem van de Rotterdor naar de Rotterbandreef. Het is een onderdeel van het warmtenet van Lansingerland, oftewel Bleiswijk, Bergse Hoek en Berkel en Roderijs. En Bertus had mij gewaarschuwd dat het in de tunnel heel warm is. Dus daar heb ik mij goed op voorbereid. Bertus? Nou Bertus, ik heb me zomers aangekleed. Ja, ik zie het. Waar is die warme stadsverwarmingstunnel van je? We gaan eerst even het overalletje aantrekken. Dan gaan we even de safety first natuurlijk doen, hè. Goedemorgen. Hey, we gaan niet alleen, hè, Bert, hè, zie ik. Nee, ik heb een paar mensen meegenomen. Dat is noodzakelijk. Dat is Amber. Die houdt voor ons in de gaten of het beneden wel veilig is qua zuurstof, qua gassen enzovoort enzovoort. En dat is Orlando. Dat is de mangatwacht. Die in de gaten houdt of wij wel weer heel uit de tunnel kunnen komen. Oh, nou, dat is wel heel belangrijk. Oké, dus we zijn van alle veiligheid zijn we voorzien. Ja, precies. Oké. Nou, waar gaan we naartoe dan? We gaan naar beneden. We gaan hier naar binnen. Ja, en Amber loopt voor. Amber loopt voor. Nou, Amber, ga ervoor. Jeetje, weer zo'n hele diepe schacht waar ik naar binnen ga. Godskanonnen. Zo, je voelt gewoon die warmte. Voel je gewoon helemaal. Oh, dat is lekker zeg eigenlijk. Bert, wat zien we hier allemaal? Ik zie hier twee hele grote buizen ook uit de muur komen. Ja, dat zijn de stadsverwarmingsleidingen. De aanvoer- en de retourwaterleiding. Het is zwaar geïsoleerd. Ja. En ja, die gaat door de tunnel heen naar de andere kant toe, waar we naar gaan kijken. Oh. Bertus, je ziet gewoon dat die tunnel gewoon helemaal doorloopt hier zo. Ja, het is 800 meter, dus
Jee, man. Hey, en Bert, hoe oud is deze tunnel eigenlijk? 25 jaar. Oh, dat is best oud eigenlijk al. Maar dat was eigenlijk dus best wel zijn tijd vooruit, begrijp je? Ja, het is de bedoeling dat die tuiners niet meer zelf hoeven te stoken. Hè? Dus die krijgen nu warmte van ons. Dat is eigenlijk gewoon restwarmte van die elektriciteitscentrale. Nou, Florian, ja. De eerste mijlpaal. Je bent in het midden. Oh, eindelijk. Het laatste punt. Hoe weten we dat dan? Aan deze pomp. Die pomp die staat op het laatste punt. Oh ja. Het is een slangenpomp. Die is ervoor om als er eventueel lekkage is. En het komt natuurlijk het water naar het laatste punt lopen. Ja. Dus dan wordt het hier weggezogen en dan wordt het weer naar buiten gepompt. We lopen net over de helft en hoe verder we noordwaarts lopen, des te koeler het wordt. Een ideale omgeving voor spinnen. Ha, daar ben ik zo dol op. Hoewel aan het einde worden we daar ook opgevreten door de spinnen. Spinnen? Nou, die zitten daar behoorlijke jongens, kan ik je vertellen. Die zitten erbij, zijn net zo groot als muizen. Wat? Nou, moet je luisteren, ik moet ik nog per se mee? Nou ja, lijkt me wel, dan kan je het aan de andere kant ook even bekijken. Sanne, leuk, heel leuk. Oh, wacht, nee, laat maar. Als je trek in vlees hebt, dan moet je hier wezen. Oh, dit is echt zo niet mijn plek hier zo. Oh my gosh. Freek, schiet alsjeblieft hieruit. Nee, ik ben een vlees aan het. Wordt die helemaal gek? Nou, Florian, je bent gered. Ja, hé, geweldig man. Wat een bizarre plek, hè? Nou, hier zijn we aan de noordkant. Nee, ik weet het. Zo, het is ook echt de flikste koeler, Bertus. Ja, je loopt nu weer buiten, dat is toch al kloppen. Ja, het is een knap stukje werk wat ze hier neer hebben gelegd. En vanuit hier gaat het dan dus ondergronds nog door naar de tuiners en ja, zo? Ja, hè, de tuiners die zitten hoe heet het, aan de andere kant, daar, Berkel Roderijs, Bergshoek, Blijswijk. En dan zitten al die paprika boeren en die tomatenboeren zitten erop. En die hoeven dan zelf hun eigen keteltjes niet te stoken. Dus ja, dat scheelt een hoop uitstoot. Dankjewel, Bertus. Alsjeblieft. Graag gedaan. Vreselijk die spinnen, hè? Mijn god. Naast dat water ons dus warmte geeft en handig is bij het vervoer van tunneldelen, heeft water ook een decoratieve functie. Mijn naam is Patrick Keenen. Ik ben beheerder bij afdeling Civiele Kunstwerken, gemeente Rotterdam. Dag Patrick. Hi. Goed je te zien. Ik denk dat we nu op een plek staan wat de meeste Rotterdammers al kennen natuurlijk. Hofpleinfontein. Ja. Ah, wat is de link met Rotterdam van onderen? Ja, nou, dit is natuurlijk allereerste plek waar we heen gaan als we iets te vieren hebben. Uiteraard. Voornamelijk voetbal. Ja. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat hier een kelder onder zit. Waar... Een kelder? Onder de fontein? Ja. Nee joh! Ja. Nou, dan moeten we even kijken. Oké, gaan we. Hoe komen we daar dan? Oversteken. Oké. Nou, dan gaan we maar. Als je denkt dat het Hofplein nu een drukke bedoeling is, dan had je het voor de oorlog moeten zien, toen er 14 wegen op samenkwamen. Al sinds 1917 waren er vele plannen voor een herindeling. Na de oorlog waren veel knelpunten oplosbaar en kreeg het Hofplein zijn huidige vorm. Alleen over wat in het midden moest komen, waren de meningen verdeeld. In 1939 had de stad Rotterdam al een fontein als geschenk gekregen van rederij Van Ommeren voor op het droogleven voor Tuinplein. Maar deze kreeg nu een upgrade naar het Hofplein en werd uiteindelijk in 1955 gerealiseerd. Ja, normaal komt hier eigenlijk niemand, tenzij je hier echt moet zijn bij de Hofpleinvijvers. Kijk, en dat is het luik denk ik, of niet? Dat is het luik, ja. En dan gaan we zo meteen de kelder in. Gaat ie hoor. Oh. Jettetete. Oh, kijk nou. Hé, hey, daar stonden we al groot lang dacht. Ja. Jee. Hé, hey, we staan nu dus onder de fontein. Ja, hoe bijzonder is dat? Ja, dat is wel heel gaaf. Ja, dat is leuk. Maar wat zie ik allemaal? Nou, zoals je ziet, hier hebben we diverse pompen staan. En daaronder, daar zit je echt onder de vijver zelf. En hier lopen de leidingen die dus naar de spuitmonden toe gaan. Maar Patrick, wat doe je hier eigenlijk? Zet je hier ook de fonteinen aan en uit en zo? Of? Nee, dat gaat allemaal automatisch. Je hoeft niemand meer fysiek aan te pas te komen om aan en uit te lopen. Oh. Zou je voor ons aan en uit kunnen doen? Ik kan een uitzondering maken. We willen wel even zien dan. En waar gebeurt dat? Dat gebeurt hier. Ja. Dit is de besturingskast en hier bedienen we de hoofdpompen van de fontein. Dus als je daar nu aan draait, dan is hij uit? Dan gaat hij uit. Oh, meemaken. Gaan we voor. Thank you.
Maar lang staat de fontein niet uit. Want na 66 jaar speelt de fontein nog steeds een belangrijke rol in het leven van de stad. En gaat die nog lang niet met pensioen. Hé, maar Patrick. Kijk, Hoflijn is natuurlijk een enorm icoon, hè, voor de stad. Ja. Maar in principe niet zomaar bij kan, maar dat gaat allemaal wel veranderen, toch? Dat gaat veranderen, want het Hofplein gaat namelijk een prominente rol innemen in een van de nieuwe 7 stadsparken die Rotterdam gaat creëren. Dus dit wordt een autoluwe omgeving waarbij mensen kunnen recreëren in en rondom de Hofplein. En dat is natuurlijk nu niet het geval. Waar mensen verkoeling kunnen zoeken in de zomer en dergelijke. Dus het wordt er echt bij betrokken voor de beleving van de Rotterdammers. In de volgende aflevering van Rotterdam van Onderen kijken we opnieuw naar bescherming onder de grond. Wil jij nog meer Rotterdam van Onderen? Ga dan naar onze Facebookpagina.